ik onderhoud het anders niet. U hebt zo'n cassettebandje. Ja, als het goed is. Want alles wat je wensen zijn, dat ik het even opgrijp. Dus ik heb een gesloten gasvaart. Ja. En eventueel zou ik in plaats van een gesloten gasvaart natuurlijk ook voor een elektrische verwarming kunnen kiezen. Ja, in dat geval vindt er helemaal geen verbranding meer plaats. Elektrische verbranding, sorry, wat bedoel je met radiator? Want zo elektrisch, dat had ik laatst ook nog bij een van de andere bewoners geadviseerd. Dat kan wel misschien bij mij onder zijn. Ja. Dus ik kan eigenlijk pro forma ook zeggen dat er op dit moment geen gasafsluiting meer beschikbaar is. Op dit moment niet. Ik heb niet voor een cv op aan te sluiten. Maar wel voor warm water toch gebruiken? Nou, dan moet je een elektrische boiler komen. Ja, maar op dit moment, wat gebruikt u op dit moment? Gebruikt u toch wel gas? Nee, ik kan koken op elektrisch. En douchen? En ik kan douchen kan ik uit voorraden. En verwarmen kan ook elektrisch. Dus ja, of op kolen. Ja, dus in principe kun je het pro forma. En niet dat je er vanuit gaan dat in mijn huishouden geen gasafsluiting is om überhaupt de cv aan te sluiten. Ja. Want in Nederland is de gasafsluiting niet meer verplicht. Ja. Dus eigenlijk moeten we al sowieso uitgaan van een oplossing. Mm-hmm. Bij de boiler die je nu hebt, hè? Die verbruikt toch gas of nee, in Nederland heb je geen gasbrandjes. Wel buiten. Je hebt een boiler, maar je hebt geen HR-ketel natuurlijk. Nee, maar je hebt het ook niet nodig. Ja. En als ik mijn huis nu elektrisch verwarm en het warmwater elektrisch verwarm, dan is er bij mij geen koolmonoxide probleem. Dus u verbruikt eigenlijk helemaal geen gas? Pro forma gebruik ik geen gas. Dus dan gaat het dus daarom bij het zoeken naar de beste oplossing. Even kijken. Pro forma vanuit dat ik geen gas afsluit. Geen gas afsluit. Dan kan elektrisch betaal je ook niet voor gas. Heb je dat ook met de NUON geregeld, met de Alliander? Nee, ik hoef de gasafsluiting in Nederland. Ja, maar dat je ook een vast